We gaan een aantal dingetjes laten zien in jullie, wat eigenlijk komt uit de dagelijkse praktijk. Dus we hopen dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben, en anders valt het genoeg te zien in ieder geval. Weet even dat alle wapens die wij gebruiken, dat die door ons beveiligd zijn. Er komen gele stiften uit, of het zijn gele vaste wapens. Dus die zijn allemaal veilig. Daar hoef je niet bang voor te zijn, daar zijn we dan. Pepperspray die gebruiken, dat is onder pepperspray. Dat is geen echte pepperspray zoals we die in de praktijk gebruiken. Dus we gaan van start. Er staat hier een prachtige auto. En we hebben daar een prachtige boom. En volgens mij is hier wat gepland met die voertuig. Komt dat? Een beetje plant of nee. Volgens mij heeft hij wat bij zich. En vanmorgen heb je dat ook al gedaan. Heeft hij ons prachtige dienstvoertuig heeft hij onder de crafty gestoten. Dat is natuurlijk een goed stadel. Nee, ja. Dat hebben wij politiemensen. En die hebben de melding gekregen om even te onderzoeken wat daar nou precies gebeurt. En uiteraard is dit een klein vergrijp. Maar er moet wel even wat gebeuren. Dus er moet even een gesprek met deze meneer worden gevoerd. Nou, maar in deze situatie hebben we dus de bevolking om mensen naar hun legitimatiebewijs te vragen. Dus dat zou gebeuren. In deze tijd van moderne hulpmiddelen gebruiken we heel veel onze telefoon om daarmee identiteiten te controleren. En dat is komen of deze meneer wel bekend is. Helaas heeft deze meneer geen legitimatiebewijs bij zich. En dat is op zichzelf wel een trap aan feit. Dus je hebt dit soort fratsen uithaalt, dan moet je die kunnen legitimeren. Dus vermoed ik zomaar dat deze meneer naar het politiebureau mee zal moeten. En de vraag is eventjes of hij van plan is om mee te werken met de collega's. Niet dat hij er veel zin in hebt. En zo te zien, gaat hij er niet door? Oh, dat is niet zo handig. Nou. De boel wordt aangehouden voor de mensen aan de andere kant van de auto. Hij ligt inmiddels op de grond. Er komt wat veel opstanders bij. Die willen een vliegje helpen. En daar komen de bikers om een afscherming te hebben. Het voordeel van de bikers is dat ze het heel makkelijk kunnen gebruiken als afschermmiddel. Het lijkt heel simpel, maar het is een stuk lastiger om de politiemensen te benaderen. Deze kunnen de collega's op de grond veilig werken. Zonder het last hebben van de mensen die er omheen staan. Nou, de crafty boef is inmiddels aangehouden, dus die gaat direct vooruit. En zijn vrienden zijn er niet helemaal mee. Maar dan wordt het een goede afstemming geregeld. Kijk, boef is binnen. Goede afstemming geregeld. En ons dienstvoertuig wordt op het laatste moment gevolgd. Hebben de collega's. Laat het eens iets goed zo.
Van Douwen. Ik sta hier toch? Ja, ik denk dat hier een grote slag voor hebben is over. En daarvan moet de opzet van Poppenbrein. Ja, dat is het. En ik kan vertellen dat we verschrikkelijk veel zeer in je hoofd. Stop!
Zoals jullie kunnen zien is de pistolen van de collega's in de auto zijn steeds gericht op het verdachte voertuig. Het blijkt alsof er twee verdachten in zitten, maar het leven rood is nog zeker. Dus er wordt alle rekening gehouden met een mogelijke derde verdachte. Dan gaan ze zo direct de zogenaamde poppenbakprocedure gebruiken. Wat men dan gebruikt.
Ook in dit geval wordt er gebruik gemaakt van het doel van deze ME'ers is om alle demonstranten te verwijderen van dit terrein. En dat zullen we zo doen door deze informatie te gebruiken. Ja. Bent u geslaagd? Dat is gelijk het einde van de demonstratie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Op het politiebureau is er nog van alles te zien. En de poort zal open blijven tot 3 uur. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer. Zal het wel gaan doen? Zijn we nu al eens?